is vandaag zaterdag. Oh, dit licht is heel kut. Het is vandaag zaterdag en het is heel vroeg in de ochtend. Het is nu echt 6:15, 6:15. En ik ga jullie vandaag meenemen naar Rotterdam. Ik moet een visage hier doen voor een fotoshoot. En mijn zusje heeft de kleren ontworpen, dus echt super leuk. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Het is echt zo fucking vroeg voor mij doen. Ik ben het zo niet gewend. Ik snap ook niet waarom ze niet gewoon in de middag afspreekt en zo. Maar ik heb me ook aan vallen zo. Alles wat mis kan gaan, gaat ook mis. Ik had om 9 uur in Rotterdam moeten zijn. Het is nu 9:15 en ik sta op Den Haag. Dus ik heb gewoon de verkeerde trein gepakt. De stylist heeft treinvertraging. Het model Rochelle heeft zich verslapen. De metro zou 2 minuten geleden moeten komen en die is niet komen opdagen. Dus ik ben lichtelijk in paniek. Echt super kut dit. Echt kut. Het is zo niet mijn dag vandaag. De conducteur had gezegd, je moet naar spoor 11 en ik stond dus op spoor 11, echt een kwartier. En ik dacht, waarom komt die metro nou niet? En toen bleek er dus een andere, toen bleek hij dus eigenlijk niet op spoor 11 te komen, maar voorbij spoor 11, trap omhoog. Maar dat had die conducteur er dus niet bij gezegd. Dus ik heb nu nog een metro later en ik kom nu in plaats van 9 uur aan, echt om 9:50 aan of zo. Dus, oh my god, het kan echt niet. Oh, ik heb me ook aan wallen. Maar we zijn er dus bijna, maar nog niet helemaal. Ik heb echt geen flauw idee of jullie me horen, want het is hier een lawaai. Nou, eindstand hebben Rochelle en ik de taxi gepakt vanaf Rotterdam Centraal hier naartoe, want de tram was echt niet echt een optie. En ik word helemaal lijp van alle geluiden hier, maar ik heb net dus de visie gedaan. Ik wilde jullie dat graag laten zien, maar we hadden echt een beetje tijdnood, dus dat is helaas niet gelukt. Laat jullie nu de kleren zien. Bye boy. Hey. Dit zijn de kleertjes die mijn zusje gemaakt heeft. Rochelle wordt daar zo in geshoot. Dit is er dan, mijn zusje. Yay. De crew voor vandaag. En een verschrikkelijke spelhoofd. Ik hoor één irritant geluid, ik ga hem zoeken. Ja, dit is het geluid van de week. Dit is echt... Nee, dit is hem niet. Het is toch hilarisch wat ze hier allemaal hebben. Ze hebben zelfs Candy Crush. Als je dan ook nog in kan loggen met je eigen Facebook. Ik zou echt bij level 100 nog wel zijn. Dit is de real life Candy Crush. Oh,
En dit was dan the end of the shoot. We gaan to house. We hebben net lekker gegeten. Vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken, abonneren, subscriben. Doen. Duimpjes omhoog. En tot de volgende keer.